Goedemorgen, dames en heren. Dit is een Tsjechische knaap. De wit-blauwe-rode kleuren herkenbaar op de wang. En de Tsjechen zijn hier favoriet bij de juniores. Daar leest u dat. Favoriet, want twee toppers. Bina, dat is de man die hier op dit spandoek staat. En de andere heet Šimunek, Radomír Šimunek. En u weet al dat hij de zoon is van. De Belgen starten met de lage nummers. Nummer 1 Jeff de Boek, 2 Kevin Powels, 3 Nick Sels, 4 Tielemans en dan 5 Welles. Het gevaar komt dus uit Tsjechië, Bina en Šimunek, in mindere mate Jan Kunta. De Verenigde Staten komen alweer met nieuwe mannen, maar we weten sinds de vorige jaren dat zij verrassend voor de dag kunnen komen. Ook Pierre-Bernard Vaillant en Steve Chenel, de Fransen, horen bij de topfavorieten. Ook Marius Gil heeft WK-ervaring. Gil was er vorig jaar al bij in Sint-Michielsgestel. En dan kijken we naar de Zwitsers. Onze Zwitserse collega zegt geen kanshebbers bij de Zwitsers. Dan de Britten, die gisteren zeer snel van start gingen. En dan hebben we de Duitsers, allemaal onbekende namen. Een paar Spanjaarden, gisteren niet in het stuk voorgekomen. Een paar Slovaken. Een Luxemburger. Ze zijn in totaal met 68 en ze komen uit 17 landen. Juniores, het is altijd een beetje koffiedik kijken. Toch zijn de renners die hier al thuis zijn op dit parcours uiteraard in het voordeel. En de man, de thuisrijder bij uitstek, heet Martin Bina. De Tsjech woont hier in Tabor. Hij slaapt, bij wijze van spreken, op het parcours. Het is wat te gaan dooien. U hebt het wellicht gemerkt. We zitten op het vriespunt. Maar toch zal het hier en daar op het parcours nog glad liggen. Hier kijkt u naar Radomír Šimunek, de zoon van. Al lijkt hij vooral op zijn moeder. Naast hem met nummer 41 is dat de Pool Marius Gil. Met het nummer 10 Cor Steenbergen, de Nederlandse kampioen. Grote opgeschoten kerel. Het is een beetje zoeken naar de andere grote namen. Daar ziet u Jeremy Powers. Dan met het nummer 26, Pierre-Bernard Vaillant. Hou die man in het oog. Heeft de grote crossen gewonnen de voorbije dagen. En we krijgen voorlopig geen beeld van Geert Welles. Ook hij ongetwijfeld op de eerste rij. Want Geert Welles, Belgisch kampioen. En hier toch een van de kanshebbers. Hier die Vaillant. Hou hem in het oog. De beste in Pontchâteau en de beste in Wetzikon. Dan de Italiaan naast hem. Dat is Cingolani. En hier staat Welles. En naast hem, een beetje in het hoekje hier, Jeff de Boek. Pas 16, in december 16 geworden. De Boek is uit Kalmthout, ook Powels is uit Kalmthout. Dat zijn neven. Opletten voor de start. Zeer belangrijk die start, dat weten we sinds gisteren. Hoe goed komt Welles weg? Heeft zich blijkbaar een beetje laten wegdrummen. Zit daar nu al op de derde rij. Het is de Nederlander Cor Steenbergen die zeer snel van start gaat. Dat heeft hij ook bijvoorbeeld in Zeddam gedaan, maar toen kwam Welles terug. Cor Steenbergen met een ware sprint naar de weide. Al is die weide nog helemaal ondergesneeuwd. Toch hier en daar al ondooide plekken. Ze zijn toch redelijk goed mee vertrokken. Ik zal niet zeggen helemaal van voor, maar ze zijn goed weggekomen. Dat is het belangrijkste. Een ander beeld dan dat van gisteren. Een bovenlaagje dat ondooid is. En toch zeg jij, Paul, het zal glad blijven. Ja, volgens mij gaat dat veel gladder worden. En zeker na de middag bedoel ik. En dat er zomaar een klein pelletje water begint op te staan, ja, dan wordt dat spiegelglad. Steenbergen als eerste, dan Radomír Šimunek, dan is daar ook al Bina. Dus de verwachte namen uit het buitenland. Nou ja, buitenland. Het thuisland. Bina en Šimunek daar al vooraan. En voorlopig in de top 5 geen Belg. Maar Welles is een slow starter, die komt wel. Ook uitkijken naar de prestaties van Nick Sels en Mike Tielemans, respectievelijk uit Gierle en Meissen. Bart Welles is bij de Belgen. Een slipper van Šimunek. Of is het Bina? Het is Bina met de slipper. En Cor Steenbergen krijgt daardoor een klein beetje vrijgeleide. Maar de Tsjechen alweer in het gelid. De Nederlanders goed geposteerd voorin. Ook nog sterk bij de Nederlanders is de lange De Vries. Dat is de man daar in derde vierde positie. Daar komt Steenbergen. Met dan Šimunek. Dan De Vries. Dan Bina. En voorlopig komt Welles daar in zevende positie. Is nu opgeschoven naar zesde positie. Welles is een man van alles of niets. Het is het bovenste trapje, zegt vader Lucien, of anders niets.
Daar komt hij opgedraaid. Nu weer een plaatsje gezakt achter die Zwitser. Ook een Italiaan mee voorin. Al is bijvoorbeeld de Italiaanse kampioen hier niet van de partij. Dit is Radomír Šimunek, de kampioen van zijn land, van de Tsjechische Republiek. Bijna corrigerend. Het is die korte, wat opgestuikte Tsjech. Ze hebben geweldig veel zand gegooid in verschillende bochten. Hè. Dus van sneeuw is in feite geen sprake meer. Dus het zie je gewoon ros allemaal van het speciale zand. Dus toch een ander parcours dan dat van gisteren. Ja, ze hadden ook waarschijnlijk geen andere keuze van misschien zoveel zand te gooien, want anders werd het misschien echt gevaarlijk wel. Welles die zeer snel op de fiets sprong, de andere liepen. En kijk al eens naar het verschil, maar voorlopig nog zeker geen mannen overboord. Een snelle starter altijd al geweest, die Cor Steenbergen. Ja, het is de bedoeling van Welles waarschijnlijk van zo snel mogelijk toch proberen aan te sluiten en ja, voelen hoe snel de anderen rijden. En daar is nu voorlopig het meeste te leren. Hè. Dus zo snel mogelijk van voor voelen hoe snel dat ze rijden. En, ja, en dan kun je doen wat je wilt natuurlijk. Šimunek verdapperd. Hier is Bina. Kijk eens hoe vlot dat gaat met Šimunek. Vader Šimunek heeft ondertussen beslist van er toch nog maar een jaartje mee door te gaan. Vooral om zijn zoon hier, zijn naamgenoot ook, nog beter te begeleiden. En dat gaat bijzonder vlot, stijlvol. Met zin voor risico. Daar corrigerend en bijna tegen de grond. Toch prachtig hersteld. Steenbergen, Bina en dan de tweede Nederlander. Ja, er wordt natuurlijk wel gesproken over dat ze heel veel internationaal rijden. Dus, maar ik vind ze toch lichtjes in het voordeel op dit soort parcours. Want de juniors die gaan niet elke week van huis. En, de Tsjechen die zijn het hier toch wel echt gewoon dit soort parcours. Hè. Šimunek en Steenbergen. En dan Bina, de man die nog een pak crossen gewonnen heeft, ook bij ons in Vlaanderen. Daar meestal sterker dan Šimunek. Šimunek is sneller. Ook zijn vader hier straks van de partij bij de elite om 2 uur. Hij gaat starten in zijn 20e wereldkampioenschap. Dat moet een record zijn. Bina en dan komt daar de Nederlander Wesseling met het nummer 13. Inderdaad. Hier zie je het ook duidelijk dat er veel zand gegooid is. Hè? Want in feite, daar onder de zand, dat is één ijsbaan in feite. Het is hier gisteravond geweldig. Het begint te sneeuwen. Een pak sneeuw er bovenop. En dan lichte dooi. Vandaar toch wel wat smurrie gemengd met wat zand. Waar is Welles? Hier komt Welles. Of is het Chef de Boek? Ik had de indruk dat het Chef de Boek is die daar als eerste door het beeld schoof. Goed in balans op dit technisch lastig stukje. Hier nu weer de trapjes. Dan zitten we dicht bij de tweede materiaalpost. Dat doet hij uitstekend. Daar is Adrie van der Poel als UC-commissaris met een woordje voor zijn landgenoot Cor Steenbergen. Nog een paar haakse bochten. U kent het van gisteren. 2 uitzendingen al achter de rug met Koep Vernagel en vooral Van Toernout als grote winnaars. En dan straks die korte streep asfalt. Zeer korte aankomstzone. Ze rijden toch met speciale banden, de Tsjechen. Dus gele banden, ik heb ze eigenlijk nog nooit niet gezien. En toch zeker niet in het Belgische kamp. Tsjechische banden zijn altijd al in trek geweest. Want in jullie glorieperiode brachten jullie altijd trainingsjasjes mee om die dan te ruilen met Tsjechische banden. Ja, er werd altijd mee gesjacheld. Ik heb nog geweten dat ik ooit een tube kon kopen voor 60 frank. Dus, ja, en voor een koersbroek of een koerstrui ja, kreeg je er wel een stuk of 6, 7, 8 misschien wel. Rondje 6.30, dat is op het ritme van de mannen van gisteren hoor. Kijk eens boven de 27 per uur. We kijken naar de passage van de eerste Belg. We zijn er ondertussen al een stuk of 4 voorbij. En het is Welles die als eerste doorgekomen is. Welles met het nummer 7 in een achtervolgend groepje achter dit viertal. 2 Tsjechen en 2 Nederlanders. Chef de Boek, Kevin Powels. Hier nu voor onze neus. Ja. Dat moet toch in de top 15 zijn. Ze zitten weer helemaal samen, dus de jongens. Het is allemaal heel kort bij elkaar nog. Alles kan nog gebeuren. Dus,
Šimunek die steeds goed in balans blijft. Af en toe een foutje, maar zeer snel herstelt. Onmiddellijk dat voetje los. Minimaal corrigerend en nu weer van de fiets naar de trappen. De vrouwen gisteren rondetijden van 7 minuten. En bij de juniores rijden we 40 minuten. Dus straks na de tweede ronde zullen we u kunnen zeggen hoeveel ronden in totaal moeten afgelegd worden. Tsjechië gisteren bij de belofte al met de twee mensen op het podium. Met de onverwachte Trunčka, een man uit Praag. En dan met Kaček. Welles is hier voorbij gekomen als zevende op 6 minuten 39. Dus op 9 seconden van dit leidend trio. Het was een kwartet. Wesseling komt wel. En die andere favoriete Fransman Pierre-Bernard Vaillant, die is elfde. En Karel staat daar ergens in de sneeuwvlakte. Ja, Welles die was opgeschoven naar de zesde stek. Die rijdt op een twintigtal meter achter dit viertal. Voor hem enkel nog de Zwitser Zamer en dan deze vier. Bedankt Karel, we krijgen nog eens de stand van zaken. En u ziet daar zevende nog wel eens, maar ondertussen, zoals Karel gezegd heeft, een plaatje opgeschoven. Veel Tsjechen voorin. Het thuisvoordeel speelt een rol. En onze Nederlandse collega's doen het uitstekend. Ja, dat kan nog wel eens een echte hergroepering worden van een man of 10, 12 wel. Ja, Welles profiteert daar van het werk van een Zwitser. Dat is goed bekeken om wat dichterbij te komen. Heel goed, dus er is niks verloren. Dus, van het moment dat hem kan aansluiten, is er niks gebeurd. Vader Lucien zei gisteren, we moeten ons opstellen over de volle lengte van het parcours. Want hij laat zo snel het kopje hangen als hij valt, als hij materiaalpech heeft, moet hij vooruit gestuwd worden. Een trapje onder het kontje krijgen als het ware, om toch nog mee te doen voor de podiumplaatsen. Maar Šimunek, dat gaat uitstekend. En kijk eens hoe sereen die blik blijft. Jeff de Boek is 16e gepasseerd hier na een ronde op 19 seconden. Ja, het valt niet echt stil. Hè. Ze blijven koersen van voren, die Tsjechen. Goed om weten is dat deze Šimunek en Bina van dezelfde club zijn. De cyclocrossclub hier van Tabor. Maar ze kunnen elkaar niet luchten. Dat kan een rol gaan spelen straks. Dat is meestal het probleem in de jeugd. Dus op latere leeftijd komt dat altijd wel goed. Dus, maar in de jeugd is het dikwijls moeilijk voor het te accepteren in feite. Šimunek heeft die Bina vaak voor zich uit zien rijden. In nagenoeg alle ontmoetingen tot dusver. Dat was ook zo in Tabor in het begin van het seizoen. Toen de wereldbekercross hier gereden werd, was er ook een wedstrijd voor juniores. Toen won Bina voor Šimunek. Šimunek volgde toen op 19 seconden. Kunta, een andere Tsjech, was derde op 29 seconden. Vaillant, de Fransman, vierde. Chil, vijfde. Daar altijd het voetje los. En dan Steenbergen, zeer snel. Die kreeg een pak slaag in zolder van onze Geert Welles. En hier de geblokte Bina. Ja, ik denk dat hij allemaal een slag gaat hebben van Geert Welles. Dus, maar dit is een extreem parcours. En, Geert Welles zit ermee natuurlijk. En, het moet gebeuren. Het is enkel en alleen vandaag het wereldkampioenschap. De vader van deze Radomir Šimunek, de oude Šimunek, is de enige die in alle categorieën wereldkampioen werd. Zowel bij de juniores als bij de amateurs als bij de profs. Dat was in 91 in Gieten toen hij Van der Poel erop legde. Onverwacht in een sprint. Ook Steenbergen die heeft duidelijk gisteren gekeken naar de uitzending voor de belofte. Ook hij het handje aan de nader afsluiting in die haakse bocht. Ja. Dan heel voorzichtig. Bij de juniors hier doen ze het allemaal. Hè. Dus ik denk dat er duidelijk op gewezen is door de Tsjechische coach van... Probeert het zo en dan geeft gewoon geen enkele kans voor onderuit te schuiven. Hè? Oh, die zit nog fris. Krijgt daar bericht, een teken van oké, je bent goed bezig, maar je vooral niet vergaloperen. Hier komt nu een Zwitser en dan Geert Welles. Dat wil zeggen dat hij in vijfde positie is. Dan is er wat gebeurd met Wesseling. De tweede Nederlander. En ondanks het relatief vroege uur nu toch al veel volk. Een pak Belgen. Veel rode jassen. Blauwe jassen, Nijs supporters, Welles supporters. En nog West-Vlamingen die hier een verlengd weekend genomen hebben na de triomf van Sven van Toornhout gisteren. De tweede materiaalpost en Šimunek los. Je ziet het niet zo vaak bij juniores.
Nee, en ook het initiatief nemen. Dus hij heeft daar nog niet veel mee te doen, volgens mij. Het initiatief nemen. Want Jin heeft wel veel tegen Geert Welles gereden. En ja, Jin heeft je in feite heel weinig kunnen volgen. En die wacht geen als ze komt. Dus het is wel een voordeel met ja, vader Simonek natuurlijk. En heb je dat gemerkt in de achtergrond? Bina die overneemt. Ja. Dus tactische plannetjes, vergeet dat maar. Dit zijn concurrenten. Het bestaat en zeker niet in de jeugd. En dat is misschien het heel mooie eraan. En tactiek. Er is al zoveel gezegd en geschreven over tactiek voor de grote cross van straks. Na twee ronden hier Simonek. Die tactiek die ligt straks wellicht ook na een halve ronde op zijn achterste. Welles is gepasseerd. We kijken nog naar de andere Belgen. We zien die voorlopig niet. Het is een beetje normaal. Het zijn eerstejaars. Ze zijn pas 16. De boek pas 16 geworden in december. Zij komen hier vooral om te leren en volgend jaar uitpakken in Zolder. Dat is de bedoeling. Een opgever uit de Oekraïne. Een volslagen vent. Radchenko. Dit is nog een knaap, maar een lefgozer met talent. Radomir Simonek en zoals dat vroeger in Pilsen gezegd werd, Radko Simunka. Liefkozende naampjes. Oeh, en alweer. Dat doet hij te vaak. Maar ze kunnen het altijd herstellen, dus dat wijst toch op als je niet het juiste bandenmateriaal hebt zitten, dan lig je automatisch tegen de kust. En, ze hebben het juiste materiaal zitten. Want dat wat kan bedoel niet. Jij met kustpol? Ja, tegen de grond natuurlijk. En, dus als je echt op is ijs, dat Westmalles? Dat weet ik niet. Als je echt begint te schuiven, dan is, dan is er in feite niks meer aan te doen. En het is al 3-4 keer dat dat nu hier is zichtbaar Welles geweest is. De Belgische kampioen, 20 overwinningen. In zijn spoor een Zwitser, Simon Zahner. Welles moet nog onder stoom komen. De doortocht, Simonek. Bina, Steenbergen, Zahner, Welles, Vaillant en dan Vocadlo, nog een Tsjech en Chenel, Steve Chenel. De Boek is 19e, is wat weggezakt. Op 42 seconden, Jeff De Boek, de tweede van het Belgisch kampioenschap. En we gaan naar Karel. Ja, Welles heeft Zahner achtergelaten. Die weet dat hij aan die Zwitser niet veel steun meer heeft en is nu zelf op zoek naar dat drietal dat daar nog vooruit rijdt. Maar Welles dus in vierde positie ondertussen. Ah, dat is een goede zaak. Als hij zijn wedstrijd goed indeelt en als het allemaal nog wat crescendo gaat, dan kan hij nog op zoek naar Bina. En waarom niet nog wat verder? Nou, moet Bina daar het handje gebruiken en heeft hij Cor Steenbergen achtergelaten? Ja, die rijden dus echt tegen elkaar. Hè? De Tsjechen. En daar is Welles al. Het is mogelijk nog. Een podium moet kunnen. Maar ze zijn nog met veel, hè? Dus het breekt zomaar niet. Simonek, Bina, Steenbergen. Verwachte namen toch. Alleen Steenbergen hier misschien niet onmiddellijk daar verwacht. Wat meer naar achteren, vijfde, zesde positie. Maar blijkbaar goed opgebouwd het seizoen. Wat minder in december. Goed genoeg om Nederlands kampioen te worden in Pijnacker bij Rotterdam. En Bina is op komst hoor. En u zag bij een vorige passage het handje van Simonek van Kalamaan. We moeten in totaal 6 ronden afleggen bij de volgende doortocht aan de aankomst. Nog 3 stuks. Welles nu lopend, daar waar hij de vorige ronde koos voor de fiets. Ja, daar kon hij eigenlijk een paar secondjes terugwinnen en hij doet het niet meer. Ja, en iemand heeft Simonek er juist ingetompt, maar ik weet ook niet wie dat het was. En, maar hij luisterde er wel aan. Veel begeleiders langs de kant, ongetwijfeld. Even kijken op de klok. We zijn ruim een kwartier ver. Dus nog een goede 24 minuten voor de boeg. Bina is terug. Het wordt nog spannend. Onze Tsjechische collega Peter zei ons gisteren nog. Die Bina, dat is een Iceman. Een schaatser. Goed in zijn sas op dit soort parcoursen. En het grote probleem is natuurlijk voor de andere naties dat ze dit nog niet tegengekomen zijn dit jaar. De Tsjechen in het voordeel wat dat betreft. Al een tijdje hier om te trainen, om al die bochten te lezen, te onderzoeken, als het ware te besnuffelen. De Fransen bijvoorbeeld
Je hebt dit jaar nog geen sneeuw gezien. Ja, het is een heel, heel speciaal gevoel. Van het moment dat je erop komt, je bent echt onzeker. En je kunt er dus dagen of uren aan een stuk op trainen. Van het moment dat je het koersritme moet gaan ontwikkelen, ja, dan slaagt gewoon de paniek helemaal in je benen. En ik denk dat dat bij heel veel renners het geval is nu. Ze zijn met z'n tweeën, Paul. Twee Tsjechen aan de leiding. Het wordt een feest hier voor het thuispubliek. En het zou vooral mooi zijn voor u, kijkers thuis, moest daar ook nog een Belg vooraan verschijnen. Autor is een naam die u vaak ziet. Dat is een fietsenfabrikant. Dat is ook de sponsor van onder meer Lask en Jiří Pospíšil. Daar is Welles al. Hij is op komst. Ja. Hij gaat Steenbergen pakken. Hij gaat voor een medaille. En nu zal er veel afhangen van het verbond hier bij de Tsjechen. Bina heeft in elk geval al overgepakt. Ja, het zal niet gemakkelijk zijn voor het te overbruggen, maar het kan nog allemaal. En, van het moment dat hem alleen groot wel is, denk ik dat hem het kan opbrengen van er naartoe te rijden. Het is een man van de macht en er liggen een paar stroken van 200-300 meter die licht hellend zijn, licht bergop, waar je snel een paar seconden kunt goedmaken. Ja, op deze strook zou makkelijk tot bij het wiel van de Nederlander moeten geraken, bijna. Je moet eens goed kijken, dames en heren, naar de bochten. Daar staat vaak een Tsjech die aanwijzingen geeft. Het vingertje naar de grond oplet. Daar is het juiste spoor. Daar moet je het traject kiezen. Daar is Welles op het wiel van Steenbergen. En hier is Karl. Ja, inderdaad, Welles op het wiel van Steenbergen. En in het begin van deze ronde had Welles een achterstand van 3,24 seconden. En nu zit hij op 16 seconden van die twee Tsjechen. Paul, wat moet hij nu doen? Onmiddellijk erover. Ja, onmiddellijk erover en gokken. Ja, en hopen dat het even zou stilvallen. Dus maar ze begrijpen elkaar wel hier. Dus maar ik zou toch rekening houden van het moment dat ze aan de twee laatste rondes beginnen, komt er toch misere bij deze twee. Dus dan gaan ze toch elkaar beginnen bekijken. En dan vermoed ik dat hem de kans heeft voor aan te sluiten. In het voorspellen van miserie, in het vooruitzien, ben je altijd sterk geweest. Ja. Ik denk aan 94. Je wist dat Groenendaal nog ging verzwakken. Daar heb je de hele tijd mee gezeten. Ja, ik weet dat op voorhand. Ik weet dat op voorhand. Dus, maar bij de jeugd is dat natuurlijk anders. Die denken anders, gelijk misschien grote mensen. Bij mij zijn ze al volwassen, bekende jongens hier. Maar toch denken die nog anders, gelijk de grote. Nog drie ronden, dames en heren. En een achterstand van 12 seconden voor Geert Welles. Dat wil zeggen dat hij zijn achterstand gehalveerd heeft. Kijk, hier dat handje, Paul. Ja, overnemen. Dus en dat gebeurt onmiddellijk. Hè. Dus, hij blijft daar nu aan het wiel plakken. En dat is al een tijdje. Ja, die Tsjechen zitten allemaal vooraan. Hè. Bij Geert Welles zit er dan ook nog een bij in het wiel. Deze Bina hier vooraan heeft ook gewonnen in Vossen. En dat is een lastig parcours. Geert Welles is aan een prachtige wedstrijd bezig. Iedereen heeft hem bestempeld als topfavoriet. Maar ik hou altijd rekening met dat parcours. En, dat doet het eigenlijk toch vrij goed. Beter dan verwacht voor mezelf. De Tsjechen nog altijd zeer goed in het ritme, dat op- en afstappen van die fiets. Het gaat bijzonder vlot, hier weer naar de trap. Met daar de achtervolgers, met een derde Tsjech en hier wel eens. Die derde Tsjech, die kan uiteraard een beetje een blok aan het been worden. Dat zal de bedoeling zijn. Šimunek Bina, dan wel eens op 11 seconden. Steenbergen in zijn wiel, dan Kunta, ook een sterke kerel. Vaillant, zesde. Dan Fondard, een Fransman, een nieuwe naam, op 18 seconden. En Volkadlo, nog een Tsjech. Vier Tsjechen in de top 8, dat is een pak. De Boek, 19e nog altijd, op 47 seconden. Ja, die heeft natuurlijk ook heel veel tegenslag dat het deze parcours is in feite. Want die is zo sterk. Dus, maar ja. Karl in de sneeuw. Ja, om te bevestigen dat Welles nog altijd van die achterstand afknabbelt. 8 seconden ondertussen. Ja, prachtig om dat allemaal te horen en wellicht ook zo meteen te zien. Want dit is hier weer zo'n beeld waar je een goed overzicht krijgt. Komt hij daar zo meteen uit de bocht. Daar wordt inderdaad geapplaudiseerd. Daar gaat Welles, maar die heeft Kunta aan het wiel. Dus hij alleen tegen de drie Tsjechen. Maar hij heeft karakter. Hij heeft karakter gekweekt, vooral het jongste jaar. Een pak kilo's eraf gegooid, een stuk of 7, 8. En een pak karakter er bovenop. De Nederlanders hebben zich blijkbaar een beetje vergaloppeerd. Wesseling is ver weg. De man, de tweede Nederlander met de snelle start. Laat hier nu Kunta heel even overnemen.
ja, bij de profs zouden we dat niet mogen toelaten. Dus maar hier moeten we gewoon gokken. En, het zal ook niet de minste zijn, want anders zit hem niet op die positie. Hè. Dus hij zal wel iets kunnen. Mag dat niet te vaak laten gebeuren, want die Kunta kan natuurlijk rare dingen doen, zoals afremmen op ambetante plaatsen. Ja, maar hij wil toch trappen, dus hij wil er zelf naartoe, Kunta. Waaraan zie je dat? Ja, het is duidelijk. Je wilt er naartoe en je zal ook er alles aan doen om daarin te slagen. Eigenlijk valpartij van de Nederlanders. Dat is Steenbergen. Een foutje of stilaan de tol van de vermoeidheid? Kunta gaat toch een paar meters. Absoluut. Ja. Dus Welles moet heel even het rolletje lossen. Kunta met het lange lijf daar blijkbaar in last, in de problemen in die bocht. Welles blijft beter in balans. Hier in de vertraagde weergave, de man met de 20 overwinningen. De nationale titel ongetwijfeld de mooiste in Mol. Maar hij gaat zo dadelijk op zijn parcours, op zijn stukje parcours komen, wat hem eigenlijk het beste is van allemaal. Op het langstuk, valsplat omhoog. Dat bewijst ook dat hij de betere veldrijder is, maar ja, daar kun je hier niet echt alles mee doen. De man van Tabor in zijn stad, op zijn grond. Tabor, een stad van 35.000 inwoners. Tsjechië, voor een goed begrip, 10 miljoen inwoners, waarvan 1 miljoen in Praag. Karel. Ja, een opvallende toeschouwer langs de kant. Peter van Zandvliet met het truitje van Spaarselect aan, of toch de jas van Spaarselect. Geert Welles, zijn prestaties schat hij zin tot nu toe? Geert is fel teruggekomen. Hij was slecht gestart, maar was ook bloednerveus. Hoor ik zeggen, maar ik denk dat hij nu pas echt losgebroken is. Maar ik denk dat de twee Tsjechen dat daar niks aan te doen was. En, dus hij moet dat niet allemaal alleen doen met nog een Tsjech in zijn wiel. En, ik hoop nog voor een podiumplaats, maar het gaat niet al lastig hebben, denk ik. We zien wel. Bedankt, Peter. Op straks twee ronden van het einde bij de volgende doortocht is dat zo. Twee ronden en een kwart van een ronde. Daar weer aan het nadar prutsen. Aan de nadar prutsen, Peter. Bina dan de voet los. Simonek, dezelfde beweging. Daar is Kunta. Ja, het is geen voordeel dat Kunta eraan komt. Dus, ze willen natuurlijk... Op 7 seconden. Hoe dat komt natuurlijk, dat weet ik niet. Maar als er nog een Tsjech gaat bij aansluiten, dat willen ze absoluut verhinderen van voor. En, ja, dat is echt geen voordeel nu. Voor Welles. Voor Welles, ja. Deze drie jutten elkaar op. En als Koen daarin slaagt van deze brest te dichten, dan gaan ze met z'n drieën tempo maken. Als ze dat al willen. Man van 1,90 meter. En wat lees je hier vanaf, Paul? Ja. Dat hij het heel moeilijk gaat krijgen, denk ik. Is natuurlijk ook ziek geworden op een slecht moment in het jaar in Pontchâteau. Was daar wat grieperig, maar toch gestart. Werd daar vierde, een beetje overrompeld door een Frans trio. En dan een koortsaanval gekregen en een paar dagen in zijn bed gestoken. Ja. Hier krijgen we een beeld van het nummer 2. Dat is Kevin Pauwels en Chanel, een van de betere Fransen, met problemen. Een zadelbreuk blijkbaar. Karel? Ja, Welles verachterd. Dat is een slechter teken. 19 seconden ondertussen en hij ziet al twee Fransen aan zijn wiel. Het wordt heel moeilijk voor Geert Welles om zelfs nog het podium te halen. Een belangrijke rol dus voor de begeleiders, want je weet maar nooit dat er een van deze drie pech krijgt. Die begeleiders langs het parcours, de Vlaming, Rudy de Bie, vader Welles, moeder Welles, ze moeten hem opheppen. Want hij heeft dat wel vaker, van die dieptepuntjes mentaal broos. Hij moet opgekrikt worden. Dat zegt vader ook altijd. Van het moment dat het erin zit voor te winnen, ja, gaat hem heel, heel diep. Maar had hem het niet meer zien zitten, had er geen kans meer is voor de overwinning, ja, dan is er werk aan onderweg. En ja, dan moet hem in de komende jaren zeker aan werken. Nog twee ronden, ook voor Kunta. En die volgt op 8 seconden. En dan komt daar een pakketje met inderdaad Geert Welles en een paar Fransen. En dat is nu ondertussen al op 20 seconden. Dik 20 seconden. Het waren er 11 bij de vorige doortocht. Dus wat hij goed gemaakt heeft, is hij weer kwijt. Met het nummer 43 ziet u Roger Jacob. Dat is de Zwitserse kampioen. Het man uit Rapperswil. En die heeft problemen, Paul. Het is toch, ja, het is zelfs een probleem gelijk bij Wimke Jacobs gisteren. En, ze ging er ook niet terug op. Hè. Hij heeft geprobeerd nog te schakelen, maar ze ging er niet op. En, ja, dat zal ook met de kou zijn en met het vriezen natuurlijk een beetje. We zien Pina. Waar zijn de anderen? Is Bina los? Een metertje of 3? Niet genoeg. Hier is Simonek. En waar komt Kunta? Ze zijn echt aan elkaar gewaagd, deze twee. En echt compleet vergroeid met het terrein. Hier een van de Fransen in volle inspanning.
Hier rijdt Pierre Bernard Vaillant. Met Welles. En dan komt Fondard. Welles in de tang bij twee Fransen, maar het is voor plaats 4. De meest ondankbare. Bina, Simonet, Kunta, dan Fondard, Welles en Vaillant. Voor Kadlo en Zanger. Jeff de Boek schuift op. Die is 14e geworden op een minuut en 6. Stabiel de prestatie van de Boek in deze ronde. Goed gedaan, Jeff. Pas 16, maar een beer van een vent. Nog een pak renners voor hem in feite op luttele seconde. Bina zet Simonek onder druk. Voortdurend weer tempowisselingen. Dat tempo de hoogte in, want hij moet Simonek kwijtspelen. Want in de sprint is die sneller. En Simonek ligt aan het rekkertje. Kijk maar. Het wordt lastig. Hier de vlag van Bretagne op de voorgrond. Pontchâteau straks. Wereldkampioenschappen in 2004. In 2003 Monopoly. Daar is Kunta. Hij is nog altijd op 8 seconden. Toch spijtig dat Welles deze man niet kon volgen. Ja, als je het op voorhand weet allemaal, ja, dan kun je zelf gokken van ik ga hem proberen te volgen. Ik ga zelf niet op kop rijden. Dus, maar dat had hem helemaal niet verwacht dat hij ze ook nog eens zou gaan overnemen. En ook richting eerste zou gaan rijden. Vorig jaar hadden we in deze categorie een wereldkampioen met Bart Arnouts. Die op twee ronden van het einde afrekende met de Amerikaan Walker Ferguson. En het ziet er naar uit dat Bina hier beetje bij beetje afrekent met Radomir Simonek. Maar dat aangezicht, dat zit nog altijd relatief goed. En dan komt daar Kunta. Ja, maar zal toch wel dezelfde genen en chromosomen van Radomir, van de echte Radomir Simonek hebben. Dus die geeft voor niks af. De orde van de juniorenkoers bij het wereldbeker gebeuren hier in november wordt gerespecteerd. Toen Bina voor Simonek en Kunta. Daar komt nu pas wel eens in derde positie met nog een Tsjech. En de twee Fransen. Lopend hier met het nummer 26 is dat de Fondard. Je ziet ook aan de truitjes dat het eigenlijk al opspattend vocht in feite is. Dus, Voclado voorbij Welles. Dat belooft verstrekt, dus het zal echt heel glad worden. Hier zijn we met Simonek. En daar is Bina. Het verschil is nog wat groter geworden. Een meter of 10. Maar hij heeft zich niet gewonnen. Ook Bart Welles hier ergens langs het parcours. Heeft al een paar dagen voor dit wereldkampioenschap te kennen gegeven. Ik wil die strijd van onze Geert niet missen. En ook vader Simonek. Heel het gezin ongetwijfeld hier langs de kant. Maar het wordt moeilijk om deze Bina van de wereldtitel te houden. Dat merk je. Een slow starter en dan steeds sterker worden naarmate de wedstrijd vordert. Hij heeft de remgrepen ook wat hoger opgetrokken. Dat zal toch wel... Maar ook bij Simonek is dat het geval. Ja, zo zullen ze waarschijnlijk rijden, dus continu, heel het jaar door. Want enkel en alleen voor deze wedstrijd is dat toch vrij link. En dan is het lang wachten op Kunta. Maar die is nog altijd goed voor brons. En opvallend, en eigenlijk wel straf voor die juniores, die Tsjechen, ze blijven rondjes draaien van 6.30. Dat zijn de rondetijden die eigenlijk vergelijkbaar zijn met die van gisteren. Dus het parcours ligt er iets sneller bij. Waarschijnlijk wel. Dus, maar ik persoonlijk vind ook dat er veel meer zand op het parcours aanwezig is. En, dan zou wel eens aanleiding kunnen geven tot snellere rondes. Tielemans is 23e, dames en heren, op 1.37. Kevin Pauwels is nu 28e op 1.49. Over Nick Sels voorlopig geen nieuws. Als we een positie van Sels krijgen, dan geven we die graag mee. Het is lang wachten op Kunta. Daar komt hij. Ze zijn nu weer dicht bij de tweede materiaalpost. Straks de laatste doortocht. Deze Kunta met die lange benen vaak. Twee treden ineens. De Belgen hebben hier de allerlaatste post.
omdat ze vorig jaar het landenkampioenschap, inderdaad, het landenklassement gewonnen hebben. Gisteren bij de belofte lukte dat net niet. De Tsjechen, wat de top 3 betreft, met één plaatje minder. We gaan de laatste ronde in met Bina. En die heeft een mooie voorsprong opgebouwd op Šimunek. Dat worden 9 seconden. Dat is veel, plots zeer veel op dit terrein. Het ziet er naar uit dat voor goud, zilver en brons alles vast ligt. Het is jaren geleden, denk ik, dat er nog zoveel Tsjechen ineens op het podium hebben gestaan. De laatste Tsjechische wereldkampioen was Zdeněk Mlynář in 1995 in Eschenbach. Het probleem voor de Tsjechen komt bij de overstap. Ze zijn meestal goed bij de juniores, vaak goed voor het podium. Denk maar vorig jaar Kacek, ook toen al derde. Problemen. Voor Šimunek. Die is moe. Die is leeggereden. Die heeft zich kapot gereden in het wiel van Bina. Ja, vloog het zijn pedalken. Het herstel was er niet meer, Paul. Dat Kwieke reageren. Wel eens is de zevende. Die heeft de rol moeten lossen bij de Fransen. Dus op dit ogenblik Bina voor Šimunek op goed 15 seconden. Dan Kunta op 25 seconden. Dan Vaillant en Fondard, de Fransen, in het gezelschap van een vierde Tsjech. Voor Kadlo en dan Geert Welles als zevende op 51 seconden. Marius Gilles de Pool is achtste. Dan Zaner negende. Cor Steenbergen is tiende. En dat allemaal in de allerlaatste ronde. En kijk eens naar die Tsjechische vlaggetjes. 1, 2 en 3. En daar ook nog 6 bij. En als die in het wiel blijft, die van Kadlo, dan kan die hier straks nog de Tsjechische triomf volledig maken. Er is er eentje die we missen. Dat is Pavel Adel. Maar die is nog bitter jong. Die is pas 16. Normaal dat hij wat verderop volgt. Die is overigens 14e. Deze Bina wordt gecoacht door Stanislas Bamboula. De echte crossliefhebbers zullen zeggen, ah ja, wel ja, die was er ooit bij in het WK in 1990 en was 6 keer tweede in het Tsjechisch kampioenschap, de Tsjechische Poulidor. Jefke de Boek, nu 20ste op 1,54, dus weer toch wel wat terrein prijsgegeven. Mike Tielemans, 23ste, die komt dichtbij. Die volgt op een goed 10 seconden van Jeff de Boek. En Kevin Pauwels, 27ste, allemaal dichtbij in daar in strijd voor misschien een top 20 plaats. Dat zou mooi zijn voor eerstejaars juniors. Ja, deze Bina heeft echt overschot. Hè. Die begint nu pas voluit te gaan. Hè. Hij was ziek bij het Tsjechisch kampioenschap. Is daar een ronde of twee in het wiel van Šimunek gebleven. En dan moest hij de prijs betalen voor een lichte griepaanval. Daardoor wat teruggezakt. Een korte rustpauze. En dat heeft hem blijkbaar goed gedaan. Maar het is zeker geen verrassing. Integendeel. Hij was samen met deze man favoriet. En hij moet oppassen voor Kunta. Ja, die is op komst. En kijk eens, er is al een grimasje nu op het gelaat bij Šimunek. En hij heeft nog vele overgaven. We krijgen weinig of geen beelden van onze landgenoten. En we hebben daar een klein beetje begrip voor. De Tsjechen 1, 2 en 3. Uiteraard een uitzending die verzorgd wordt door de Tsjechische televisie. De regisseur wil wel wat voor eigen volk. Het blijft technisch ook perfect gaan. Bina zet het voetje op de balk. Ja. Dus hij heeft dat heel de wedstrijd doorgedaan. En, ja, stel je voor dat je nu zo'n jongen mee naar België pakt en ja, je lanceert je daar ook in een fatsoenlijke ploeg. En zo. Dus, het is nog altijd hetzelfde. Dus, het kan nog altijd. Hè. Dus, het is niet alleen, je moet niet geen Belg zijn voor goede veldrijder te kunnen zijn of worden. Hè. Deze jongens kunnen ook echt wel wat. Šimunek moet vechten voor die zilveren medaille. En op basis van de beelden die vooraf gingen, wordt dat een lastige klus. De waardeverhouding bij de Tsjechen ook van vorige week in Metzikon, die wordt gerespecteerd. Bina eindigde daar voor Šimunek, deze Bina dus, maar die was daar wel tweede, want Vaillant won daar, de Fransman.
die wellicht voor een vierde plaats strijdt. Nu zeer behoedzaam kan zich dat permitteren. Heeft omgekeken, er zich van vergewist dat de rest niet meer komt. In de allerlaatste fase van deze koers, Martin Bina. Zijn laatste kans bij de juniores, hij is tweedejaars. Nerveus, uiteraard, is normaal. Ik kijk veel achteruit. En nog altijd niemand te zien. En dat moet hem geruststellen. Ik denk dat we er twee uit een bocht gaan krijgen. Wie komt het eerst? Nog altijd Simunek. En daar is de tweede grote man, Kunta. Jan Kunta. En die pakt over. Laatste lastige passage hier voor Bina. Hij neemt die nog altijd zeer gezwind. En dan zit het erop. Dan wordt het een triomftocht. Kan desnoods nog handjes schudden. Hier, daar ginds aan het eind, de Tsjechische post. En wat een triomf. Hier vlak voor onze neus staat moeder Simunek. Zal ondertussen al wel begrepen hebben dat het voor de zoon een derde plaats wordt. Maar kan daar blijkbaar vrede mee nemen. Hij op een goede 700-800 meter van de aankomst. Minder zelfs. Winnaar hier in Tabor al. Winnaar in Vossen. Ook de beste in Zeddam. Grote internationale confrontaties. Blijk gegeven van veel kunde. Was ook de beste in Hoogrijden bij Van der Poel thuis. En daar is dus de nieuwe wereldkampioen bij de juniores. De opvolger van Bart Arnouts. Voor eigen volk in Tabor. Een man uit Tabor. Hier is Bina. Martin Bina. 1 Tsjechië, 2 Tsjechië, 3 Tsjechië. De orde moet nog bepaald worden. De laatste bocht. Simunek is snel. Kunta kan uit het wiel komen. Maar Simunek heeft dat goed opgevangen, goed doorzien. Hij gaat toch nog tweede worden. En verdient. 2 Simunek, 3 Jan Kunta. 1, 2 en 3. Wat een triomf. En benieuwd naar de reactie straks. Tussen de twee toppers. In de armen. Geen Belgen hier. En wordt er nog een Tsjech vierde? Of gaan we naar een Fransman die uiteindelijk die sprint wint? Het is moeilijk uit te maken. Maar ik heb de indruk dat het de Fransman is met het nummer 26 die uiteindelijk nog vierde wordt. En dat is Pierre-Bernard Vaillant voor Fondard. Die wordt vijfde. En dan is het Vocadlo, Milan Vocadlo, die zesde wordt. Dus 1, 2, 3 en 6 voor Tsjechië. U hebt begrepen. En u komt wel eens binnen. En wel eens is zevende. Ja. Voilà, dat ziet u daar nog. Dat kleine stipje dat in de massa verdwijnt. De fotografe Geert Welles. En dan de eerste Zwitser. Welles is zevende geworden op 56 seconden. En het is niet een Zwitser, maar Marius Gil, de Pool, die achtste is op 1 minuut en 6. Daar komt nu Cor Steenbergen over de aankomst. In elk geval een oranje trui. En hier de wat sipkijkende Radomir Simunek. De man van de eerste wedstrijdhelft. De zegengebaren van de ijsman. En onze ijsman is Karel. En we staan bij Geert Welles. Geert Welles met tranen in de ogen. En het eerste wat hij zei na de aankomst was, ik was slecht. Oh, ik ben de eerste ronde altijd slecht van de wedstrijd. En dat is de twee, drie rondes kwam ik er terug door, maar dan is het al lang te laat. Dus ja. Maar het is tenslotte bij de jeugd en ik ben nog zeven. Dus het eerste moment is een teleurstelling, maar zeven vind ik ook niet slecht. Dus we zijn tenslotte tegen de wereldtop bezig. En ja, ik zou naar mijn content moeten stellen. Het is volgend jaar dat pas te doen is en nu niet. Dus. Na twee ronden lig je op ongeveer 24 seconden en dan maak je op anderhalve ronde 15 seconden goed en zit je plots op 9 seconden. Maar dat ben je allemaal weer kwijt in een halve ronde, zeg maar. Heb je je vergalopeerd op dat moment? Ja, ik heb mijn eigen vergalopeerd, maar als je goed voelt, dan moet het eraan. En als ik mijn eigen niet had vergalopeerd, dan had ik er misschien bij gekomen. Maar volgend jaar is het in België te doen voor de andere Belgen en dan gaan wij met de wereldtitels lopen. En dan een parcours dat jou meer ligt. Ja, maar ja, dan moet ik nog zien dat ik erbij ben, want dat is bij de beloftes. Maar ik zal erin werken, dus zullen we wel zien. Hard werken, bedankt Geert. Goed gesproken Geert, al aan volgend jaar denkend. En uiteraard de ontgoocheling. De ontgoocheling die een beetje vergelijkbaar is met die van zijn broer in 1996 in Montreuil. Die dacht daar, dus Bart, wel eens wereldkampioen te worden. Maar hij moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een voor hem ontgoochelende
achtste plaats. Nu Geert één plaats beter. Dus niks verloren voor de toekomst. Zeker en vast niet. En is er al een tweede Belg over de aankomst? Voorlopig nog niet in onze computerlijst opgenomen. En we proberen hier, tenminste als hij in het Engels spreekt, mee te nemen wat deze man zegt. I'm very tired and I'm very happy. Martin, third, second and third for Czech Republic. I think it's one of the most important days in the history of sport in your country. Určitě, no, to se nám povedlo, se nám strašně moc. Je to strašně krásný. Definitely, we did a great job and we are happy that it's this way. Cyclocross is a sport with a big tradition in Republic, in Czech Republic, and for you it's the beginning of a big career, I think. What are now your next goals? Je to skvělý, a jaký jsou tvoje další cíle? Moje další cíle, vlastně teďkom příští rok přestupuju do mužů, takže určitě uspět hodně v mužích taky, určitě. Next time I'm going to a men's category, so I hope I will do my best. And on this track, Martin, you think that today in the elite race another Czech rider can be world champion? Myslíš si, že v dnešním závodě zase může vyhrát Čech elite? No, máme velikou šanci, protože na této trati vlastně jsme furt trénovali, takže ji známe hodně, takže určitě jo. We have a good chance because we've been practicing on this track for a long time and we hope that it will be a Czech who is the winner of the elite category. Okay, thank you, Martin Bina, world champion in category of junior here in Tabor. Het is inderdaad een historische triomf, maar ik zeg er meteen bij, vorig jaar bij de Belgen, bij de belofte ook met z'n drieën op het podium, toen met Welles van Oppen en Komijnen. We hebben een fantastische job gedaan, zegt hij, en mijn volgend doel is ons best doen, of mijn best doen volgend jaar bij de belofte. En bij de elite straks kanshebbers, ja inderdaad, want we hebben ontzettend hard en lang en veel getraind op dit parcours. Niet waar, Karel? Dat zal wel. Bij mij, Jeff de Boek. Weet je hoeveelste je geworden bent? Ik weet niet. Ik denk rond de 20ste of zoiets. Dat is erop, 20ste. Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed, zeg je, want je bent eerste Belg van de eerstejaars. Ja, dat was eigenlijk toch een beetje een doel op zich. Er zijn er toch nog eerstejaars Belgen die heel goed rijden. En vandaag allemaal achter kunnen laten, dus is goed, hè. Ik hoorde je ook al zeggen, het is volgend jaar dat het telt. In Zolder, bij ons. Ja, ik ben al een beetje zenuwachtig voor volgend jaar 2K dan nou eigenlijk. Maar het volgend jaar toch in België en al, dus dan moet het toch mooi zijn om daar mee te kunnen doen. Welk gevoel had je onderweg vandaag? Ja, ik heb eigenlijk heel een tijd van groepje tot groepje proberen te rijden. Maar dan op tinder zat ik in een mooi groepje, maar dan komt er zo'n Hollander gelijk een zot ergens afgevlogen, rijdt los onderuit. En dat is toch spijtig echt zo moet weggeslagen worden. Bedankt, chef, en succes volgend jaar dan maar. Sappig taartje in Paul, van wie heeft hij dat? Ja, ik weet het niet van wie hem dat heeft, dus, maar ik heb het wel voor zo'n mannen. Dus, ja. Hij komt vaak bij jou te raden, ook net voor de wedstrijd. Kwam hij weer zijn bandendruk laten controleren, deze chef de Boek? Ja, ik ben er heel blij voor dat zoiets nog gebeurt. En, maar de chef, ja, ik zeg het, het is een pure. Dus, vroeg of laat zal er toch geen worden, een hele goeie crosser. En, het is ook een intelligente kerel, hè? Hij studeert vijfde jaar economie talen. Ja, vroeger was eigenlijk veldrijden dat was eigenlijk voor de lompe mannen. Dus, maar daar is voor het moment heel veel verandering aan het komen. Dus, want ik heb maar daar reken je zelf niet bij? Ja, wel, want ik heb ook geen studies gedaan. Dus, maar je was koerslim. Ja, maar dat is van. En je hebt nog veel doorzicht. Dat komt altijd van bezeren. Dus je kunt beter een slechte kruier zijn in het begin, gelijk nu bij de jeugd. Ik vind dat ze gewoon heel goed gereden hebben vandaag. Je moet het hier niet doen, want de meesten breken toch door op latere leeftijd. En, je kunt alleen maar zakken als je geweldig goed bent in het begin, in de jeugd. Het is overigens niet de eerste keer, dat heb je al begrepen, dat er dus drie mannen van dezelfde nationaliteit op het podium staan. Dat was dus ook onder meer vorig jaar het geval met onze landgenoten. Maar als we zomaar even een greep doen in de geschiedenis van de cyclocross, dan zien we dat bij de profs de Fransen dat ook al eens gedaan hebben in de beginjaren, de jaren van Rondon en Rondeau, beter en Dufresne in 1953 bijvoorbeeld, toen Rondeau voor Bovin en Dufresne.
In elk geval een droom die uitgekomen is voor deze man en voor de Tsjechische Crossrepubliek. Het crossen is hier met de andere wieleronderdelen. De vierde sport, al dus onze Tsjechische collega. Voetbal staat uiteraard helemaal bovenaan. Onmiddellijk gevolgd door ijshockey en dan tennis en dan pas wielrennen. En wat de kijkdichtheden betreft wel, tussen de 300 en de 400.000 Tsjechen kijken naar tv. Dat is een 3-4%. U doet beter, dames en heren. Hier is hij, de nieuwe wereldkampioen bij de juniores. De opvolger van Zdeněk Mlynář. 6 jaar later, hier Bina, Martin Bina. Hij krijgt de trui uit handen van Laurent de Bakker. Dat is de voorzitter van de Belgische Wielerbond, maar ook de voorzitter van de profsectie binnen de UCI, de Internationale Wielerbond. En heel even kort naar Karel, en want die heeft een andere wel eens. Ja, bij Bart wel eens, die even wat troostende woorden over had voor zijn broer. Wat heeft hij hem gezegd? Ja, dat hem niet moet, niet meer panikeren. Dus, ik had hem voor de wedstrijd al gezegd, zeg, is het goed en is het goed, is het slecht en is het slecht. En we wisten dat, gewoon dat die Tsjechen heel goed gingen zijn, dat een paar Fransen goed gingen zijn. En hij was de laatste weken een beetje minder en heb ik hem ook gezegd, zeg, je moet gewoon met volle vertrouwen naar daar gaan en gewoon je best doen. Je kunt niet meer doen als je best. Want het is vlak naar de wedstrijd, zijn ontgoocheling altijd groot, maar dat we straks wel overeind zijn. Hoe heb jij die wedstrijd gevolgd? Ik heb altijd aan de boksen gestaan, dus ik wou eerst in totaal te blijven, maar kon het toch niet en ben ik dan van naar hier gekomen. Dus, en nu kan je de knop omdraaien en aan jouw wedstrijd denken van vanmiddag. Wat verwacht je ervan? Ja, de Tour is helemaal anders dan de voorbije dagen. Dus het scheelt dag en nacht nu. Dus het is minder glad en ja, het is helemaal anders. Dus ja, het is het beste zal vandaag wel winnen, denk ik. Zwaarder? Ja, veel zwaarder. Dat is in het voordeel van Bart wel eens. Laten we hopen, hè. Succes vanmiddag. Ja, merci. Hoopvol. Maar die gloriedag van de Welles-familie die komt er dus voorlopig niet. Met z'n tweeën op het hoogste schavotje. Twee wereldkampioenen in hetzelfde gezin. Misschien volgend jaar in Zolder. Waarom niet? De Tsjechen hebben overigens wat met dat podium bij de juniors, hoor. Want in 1993 in Korva stonden Ausboer en Friede op trapje 1 en 2. Ze moesten wel Miguel Martinez dulden op het derde trapje. En in 1991 in Gieten was Lukas de beste voor Jiří Pospíšil. Toen stond daar Darius Gil op het derde trapje. Hier nu weer met z'n drieën. En u hebt de omhelzing gezien. Wat aarzelend, maar toch tussen Bina en Simunek. Het komt ooit wel goed. Alhoewel, als ze ooit prof worden, dan zou het wel eens kunnen dat er weer miserie in de pap komt. Hoe zou de Tsjechische hymne klinken? Het is een tijdje geleden. De vijfde medaille voor de Tsjechen in 3 crossen. Gisteren 2, nu 3. De Belgen vorig jaar 6. Als Lask of Pospíšil zich straks op het podium weten te wringen, dan doen de Tsjechen even goed als de Belgen vorig jaar. En dan moeten we nu al stellen dat ze buiten schot zijn, wat het aantal betreft. Ze hebben ook een wereldkampioen, ze doen het voortreffelijk. De Tsjechen stoten de Belgen van het hoogste trap. Het is eigenlijk verschrikt te krijgen. Ja. Hetgeen dat ze nu voor de middag laten zien hebben, het was gisteren ook al het geval. Ja, en ik vermoed dat de strek ook toch op 2 gaan meespelen. Maar een goede zaak voor de cross. Dat wel. Dus, dat in zeker geval. Dus, het kan en het mag. Hè. Dus het was
hoog nodig dat zoiets gebeurde. En hier zijn jongens bij die zeker zullen doorstromen. Die eerste hier, Simunek met de brede glimlach, die wordt zo goed begeleid. Die zal vaak naar Vlaanderen komen, dat is nu al gebeurd, ook Pina. Dus het zou wel eens kunnen dat die ook bij de belofte gaan groeien en dan ooit prof worden. Het zou wel eens kunnen dat er een kantering komt in feite. Dat ze echt beseffen nu, ja. Ze zien toch in België wat er allemaal gaande is en dat je daar goed een boterham mee kunt verdienen. En, dat heeft vroeger ook geweest, maar niet in die mate. En eer dat dat dan terug hersteld is, hetgeen dat er heel lang verwaarloosd is, dat duurt verschillende jaren. En ik denk dat ze op weg zijn. U hebt nog recht op de plaatsen van de Belgen, dames en heren. Geert Welles, 7e op 56 seconden. Jeff de Boek, 20e op 2,23. Knap. Mark Tielemans, 22e, ook goed op 2,26. Dat zijn jonge kerels, pas 16, nog maar eens onderstrepen. Kevin Pauwels, 24e op 2,27. Die drie, de Boek, Tielemans, Pauwels, dat zijn de mannen voor volgend jaar in Zolder. Van Nick Sels voorlopig geen nieuws, ook niet op onze computer. Misschien krijgt u dat straks nog wel in de volgende uitzending. Nu al een afspraak om 14:15 voor de grote battle, de big battle, de grote strijd. Daar kijken we naar uit natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk. Gert Seetje? Ik tip nog altijd op Nijs. Ik kan dat niet laten, dus ik weet het niet. Mijn gevoel zegt van op zulke ondergrond is er maar één die dat 100% beheerst. En dan kom ik altijd terug bij diezelfde, zelfs s'nachts. Ook s'nachts? Ook s'nachts. Nijs, en dan 2 en 3? De Klerk gaat heel dicht zijn en dan Pontoni, van waar dat hem komt in feite weet ik niet, maar we moeten hem erbij pakken. Oké, dat zien we straks, dames en heren. Niet te missen om 14:15. Tot dan.